Die heimische Garde hier von Rüth. Hierauf bitte ein Marsch.
Gewoon een ding. Ik ben 23. Dat is gewoon 10 jaar langer dan ik überhaupt blijf. Heel simpel. Ik vind het geweldig. Heel precies, Jan. En we hebben samen denk ik spannend met z'n allen hoe de wereld staat geluid. En dan wil ik het verder opspannen. Dat is de spanning van de avond. We hebben een gaaskijker. Van de tweede deel naar oren. En dat is één grote vriendin. Ik moet zeggen, ik geef normaal alleen maar een vrouw nu. Maar dat denk ik maar, dat doe ik zonder eens. Kom verder. En ik wil hem niet verder een Jerica of Deutsch. Vergeet het, geven we dat micro aan onze eerste voorzitter, Rob Bindels. Zo divers, moeten we zeggen. Het is geweldig die al groepen die boven de rivieren wonen, die zich aanpassen aan het feestje hier. Dat is geweldig. Niet nu, we zijn op een officieel gedeelte aangekomen. Ze wisten dat gehuurd en het is het officiële gedeelte van de zadel. De zadel werd weer gegeven door de volgende stad. En dat komen we nu nog. Officieel heeft de federatie het bestuur dit feestje georganiseerd met 24 appen. Wij verhouden dat nooit kunnen doen met de steun van de stad Zetter, Gelein Zetter. Dan gaan we vanochtend zeggen van de secretaris moet knobbelen wie dat wordt. En zonder de steun van de burgemeester Schaap Cox. En natuurlijk ook van Noelle Levens. Zo die twee mensen. Boven dit feestje, misschien wordt het kans anders gewerkt. Boven een open dak gehad, alleen maar een hekwijder. Boven een reiniging gehad, willen. Dus ik wil echt gemeend applaus voor die twee mensen, inclusief onze roetmoeteraar, die dit hier vandaag hun mogelijk hebben gemaakt. Een applaus! Verzamel van ons gekregen. Waar is ze? Ah, daar is ze. Hij heeft de zabel bij zich. En de zabel werd zodanig overgegeven. Maar vuur dat vanaf de dood komen natuurlijk ook een paar nu. Bedankt voor datgene wat ze gedaan hebben. En door nu traditioneel als Sintje bij. Op jullie ben ik zo verliefd, heel de wereld mag het beter, heb het gevoel dat ik zweef. Dat ik hier gewoon deze vuurtekst
familie bent. Dus het gewoon nog één keer. We doen hier een shoppingbag. You sure? Those are the shelters in. En die mogen we nog eens oedelen. Want vroeger een paar minuten bedankt. Ik heb al hoe. Namens de shop Zillen. Geleer. Ja, dat is onze Johnny. In het Zillert Geleense vuur 24ste treffen. En hier had ik dan voor alle steun zoals je gegeven hebt en die moeilijkheid gemaakt om dit feestje hier te houden. Kom maar, hier is het weg. Dan komen we ook in een gegeven aan de oerwaterse bezitters van de geweldige Limburgse Carré-boerderie, de Biezenhof. We zitten lang met elkaar in gesprek geweest. We zitten op onze buren. We zijn lang met elkaar in gesprek geweest. En ze hebben eigenlijk van het begin af aan meteen gezegd: jongens, vier gewoon dat doen. Vier geven dat de mogelijkheid. Vier gewoon dit 24ste treffen over hier houden. Dus ook voor die nu heel hartelijk bedankt voor alle steun en toevlaag. Geweldig dat we hier terecht kosten. En ik denk als er toe begint wat we hier hebben gemaakt van mij, dat is jullie heel geweldig. Je of wie van traditioneel dan zegt, geweldig. Net dat is geweldig. Overigens, als aanmerken voor ons treffen, hier hartelijk bedankt voor alles en ik heb heel goed gedaan. En dan wordt het er nog aan in. En ik weet dat officieel dat vier als vak bestuur. Dit feestje georganiseerd hebben. Nou, we zitten natuurlijk in het Geleense en door huur een graaf mee. En de Ruud is natuurlijk niet alleen die bestuur, maar er is ook vermoeden graaf. Dus Ruud, ik zou eigenlijk als dicht de chiltje willen geven. Vuur graaf, bedankt voor alles voor zich, de naam van graaf en de vuur en de bestuur gedaan hebt. Ik hoop dat er een leuk tekstje vindt voor dit chiltje. Als aandenken aan hier speciale 24ste graaf. Super. We willen heel even Ger, Jordi en Vert proberen. Wat hoort van morgen vanmorgen die Koon, die Vert, die het ook mogelijk heeft gemaakt. Dat was fantastisch. Geef het Ger door aan de voorzitter. En namens Vert ook super bedankt dat Ger het mogelijk gemaakt. Dus. En ook toch hebben we ons kostelijk geamuseerd. Heel hartelijk bedankt voor de steun toe te horen. Want geen ons gegeven door vuurman, die promenade van Gelijn. Een spekkerij wordt geweldig, de koffie wordt ook geweldig. En we hebben ons goed geamuseerd. Het wordt een geweldig begin van ons speciaal maken. En door weer ook voor u dragen een chiltje namens het vecht. Ik hoop dat we nu plek zijn terug in het café. En we zien elkaar nog op de voetbal. Gezellig café. Nog instanties door de toezeggen. Het is niet delegerend bedoeld, maar ik zou zeggen op deze instanties als dank voor hun steun en die wat gaat de federatie. Ons geld is treffen en ons vaste mannen. We hebben het ons als steun misschien voor nu net. Deze money, die heeft de huur bij de Biezenhof. En wie die hoort, dat vier interesse hadden om het gat met hem hier te organiseren. We vonden dat geweldig en we hebben meteen gezegd dat gewoon vier doen. Vier gewoon dat maken. Dus van deze kant ook heel hartelijk bedankt voor de studie toegelaten. En we vonden het prachtig, we zijn er niet voor, maar we vonden het prachtig om hier weer ons te zien dit feest te organiseren. En we weten in de toekomst geen functie van dit te doen. Heel hartelijk bedankt. En ik wil dit bedanken dat jij van vroeger gezegd.
moeten er bij. Noël heeft er samen t-shirtjes aan. Daar steekt u op. Bestuur, vecht, bestuur. 2018. Om en aan het rieken. En dat betekent dat we samen gewoon uren geven. Hij komt terug van het vecht bestuur. En van het vecht bestuur geeft het doel. Heel kort, want nu zitten volgens mij niet nog op heel lange en veel toespraken te loesten die willen feestvieren door van Zeverolie. Een geweldige locatie. Ik wil u bedanken voor het feit dat niet zozeer weer u hebben geholpen, maar dat Geert ons heeft geholpen om hier gelijk in onze stad, in onze Weijerstad, weer een lekker feestje te vieren. En normaal zet ze de kroon op het werk, maar we beginnen altijd bij de kroon. En dan kijken we wie het eindigt. En dan eindigt het ook wel weer bij de kroon. Dus wat dat betreft, het kind niet beter. We hebben het met heel veel plezier gedaan. Ook namens de burgemeester. Heel veel plezier gedaan. En zoals we doen ook al zei, niet te lang wachten met terugkomen. Ja? Proficiat. Ik hoor er niet te lang vast, wat voor loco-burgemeester. Dat is er. Meneer, de Pop. Jo Pop. Hier is er. Een wereldberoemd heet in Kerkhoor. Loco-burgemeester Jo Pop. Moet u ook namens de federatie het samen u bereiken als symbool van de volgende gouden aanvrij, wat volgend jaar in het kerkwartje gehouden wordt. Heel veel succes met de organisatie en bedankt als je ons volgend jaar wil opnemen. Veel succes! Goed, ja, nog wel even iets gezegd. Je zit natuurlijk niet lang te wachten op veel buren daar, maar ik wil toch nog even de gebruik maken van deze gegeven. En waarom? Het is namelijk zo, Spiegelwit is dit net zo gaan treffen als vuurzitter van de federatie. En ik heb in die 24 jaar zo'n kunnen samenwerken met een aantal nu. En zonder die nu worden we één uur geweer om dit hier zo mee te krijgen dat voor het moment het vreemde is gedaan met treffen. Die gevierd hebben en nog kan nog vieren. Dat halve die gevierd hebben tegen 3 miljoen mensen die bewust de vuurrijding nooit kunnen weten. Dat is simpel. En we zijn helemaal bij ook voor het volgende jubileum. En ik denk dat het ter plekke moet gebeuren. Ik heb vanochtend gezegd redelijk zitten om de hoogte te weren. En ik heb moed als bestuurslid en krachttrekker in principe van de kamer de orde van het grenske jubileum. Maar ik wil ook van de gegevens gebruik maken. Doe op dit moment weer terug hier als leden van de federatie. Om datzelfde nog een keer puntjes uren te doen. En nog 3 grensjes toe te rijden. En dan wil ik even naar Vuren noemen. Paul, onze penningmeester, op met naar Vuren. De arme jongens die met zeer, maar is normaal. Dan wil ik naar Vuren noemen. Angelica, onze vertegenwoordiger van de Duitse dingen van de federatie. En ik wil ook hier naar Vuren noemen. Onze Robert. Ook tegen de mist, die nog eerlijk doen voor de Belgische vertegenwoordiger binnen de federatie. En dan zou ik iedere keer Lisette zien gebeuren, ja? En Elma zien en Charlotte zien. Die drie wil ik even naar boven hebben. Want het is niets anders als dat die drie die wonen zouden, die drie keien. Als, ja, die zegt dat zou goed in goedheid verbonden is in grenske gekregen. Ik denk dat het gevast is dat die drie keien die hier staan, dit grenske ook kregen hun, uitgekregen door die drie personen die juist de boven gewoond hebben. En bloed, volgens mij zitten er dan in de tas. Ik heb ze niet, maar er zitten in de tas een aantal oorkondes die hier overheen.
voor alle jongeren die voor de kikkers hadden, binnen het bestuur van de Vindbaas. Lisa, ik weet goed dat je een verloning hebt gekregen, maar doe maar zo, je wordt wat opstaande. Ik schrok je niet. Charlotte, je moet de machine niet. Daar was Elma. Is Elma ook hier, heeft zich ook binnen. Elma, kom maar hoog. Yeah.